Vandaag spelen we Wie ben ik met mobs. En Mick, jij mag jouw mob al gaan kiezen als je wil. Oké. Nou, ik ga gewoon heel random kiezen, Giel. Oké, is goed. Dan ga Hoppa. Ik voor deze. Hoppakee, ik zet hem meteen neer. Ratsa. Ik heb er ook één, ja. Oké, goed zo. Mick, omdat jij te gast bent op mijn kanaal, mag je de allereerste vraag stellen voor mij. Dus kom maar op. Oké, de eerste vraag is... Ja. Staat jouw mob met 2 voeten op de grond? Nee. Oh, dat is een hele goede vraag. Oké, dan moet de drowned zombie weg. De villager moet weg. En de witch moet weg. Een creeper trouwens, die heeft ook 2 voeten, toch? Of ja, dat zijn 2 voeten. Dan moet het staat niet met voeten op de grond. Nee, ja, maar hij is wel weg. Want jij zei ja. Dus oké. stel je vraag maar. Oké, is jouw... Oh, wacht, de kip moet weg. Sorry, yo. Hoppakee. Oké, top. Mijn vraag is jouw mob een aardige mob? Oftewel, valt hij er niet aan? Hij is heel erg lief. Oké, dan mogen alle mobs die niet heel erg lief zijn weg. De zombie is niet heel erg lief. De creeper is ook niet heel erg lief. De ghast is niet heel erg lief. Dan hebben we een blaze. Nou, die is natuurlijk ook niet heel erg lief. En we hebben hier een bij. Nou, die is in principe ook niet heel erg lief. Want ik probeer hem altijd te aaien en dan valt hij me aan. Ja, dat moet je niet doen bij een bij. Inderdaad. En de witch is ook niet heel erg lief. En voor de rest zijn het volgens mij allemaal heel erg lieve dieren die er staan. Dus dit was een hele goede vraag. Mick, aan jou de taak om de volgende vraag te stellen. Oké, is jouw dier een dier die je in je farm hebt? Ja, het kan. Je kan, ja, maar in principe kan je van elke mob die hier staat een farm maken. Oké, in de typische farm, weet je wel. Gewoon die villagers hebben, dat soort farm. Die wij maken. Dus gewoon, je weet wel, een koe. Oké, laat ik het zo zeggen. De koe, de schaap en de varken. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja, je bedoelt, je kunt beter de vraag stellen of dat we die farm zelf ooit gemaakt hebben. Hebben wij die farm ooit zelf gemaakt? Nee, dat hebben we nooit zelf gemaakt. Oké, nou, dan mogen de schapen weg, dan mag de varken weg, de koe weg. En ik denk ook de bij, toch? Daar hebben we ook nog nooit een farm van gemaakt, klopt. Oké, nou, dan doe ik de bij niet weg. Oké, jij bent... Oké, eens even denken. Is jouw mob een schaap? Mijn mob is geen schaap. Nee. Oké, nou, dan mogen de schaapjes lekker weg. Nou ja, dat scheelt toch met 2 mobs. Giel, heb jij erbij? Ik heb niet erbij. Oké. Je klonk echt... Omdat je net zo twijfelde, dacht ik van... Hij zal vast erbij hebben. Nee. Ik heb niet erbij. Als je jouw mob kilt, krijg je er dan eten van? Ja, dat krijg je. Oké, dan krijg je er eten van. Van de kip krijg je eten, die blijft staan. Van de vis krijg je eten. Van de koe krijg je eten. Van de varken krijg je eten. Van een dolfijn krijg je geen eten, dus je mag weg. Van een kat krijg je geen eten. Van een villager krijg je geen eten. Dus ik heb er nog maar 4 over, Mick. Ik ga gewoon gokken, want dat vind ik leuk. Is het een blaze? Ja! Oh, ja. Nee! Let's nee, go! Nee. Oké, we gaan maar snel door naar de volgende ronde. Oké, Mick, kies maar een leuke mop uit. Ik ga deze. Hopzakee. Ja, deze vind ik leuk. Hoppakee, heb je er een gekozen? Ja, ik heb er een gekozen, Giel. Oké, nice. Heel nice dit. Oké, ja, top. Dan ga ik de eerste vraag stellen, omdat jij toen net de eerste vraag had. En mijn eerste vraag, kun je jouw mob eten? Kan je niet eten? Niet eten, oké. Oké, dan mag de kip weg, dan mag het schaap weg, hoppakee. De zombie kan je eten, dus die mag ook wel weg, toch, Mick? Een zombie kan je in principe wel eten, ja. Ja, oké, dan mag die ook weg. Dus even kijken, een varken kan je eten, een koe kan je eten, die mogen dus ook weg. Een bij kan je de honing van eten, maar de, telt dat? Nee, de bij kan je niet eten, Giel. Nee. Oké, dat is waar. Even kijken. Nou ja, dan heb ik ze denk ik allemaal wel. Oh, dit was een goede vraag. Ik heb er nog maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 over. Oké, Mick, stel jij de volgende vraag maar. Oké, Giel. Mm-hmm. Oké, Giel, is jouw mob een... even denken. Kan jouw mob vliegen? Nee. Mijn mob kan niet vliegen. Oké, nou, dan mag de guest weg. Dan mag de blaze weg. Dan mag de bij weg en een dolfijn kan een kip kan vliegen, toch? Ja. Toch? Ja. En een dolfijn in principe ook over het water heen, hè? Ja, oké. Nou ja, als je me die wil gunnen, dan doe ik de dolfijn ook weer. Ja, die gun ik jou. Maar ik ga je nu niet gunnen, want ik ga gewoon precies dezelfde vraag aan jou stellen. Kan jouw mob vliegen? Nee, mijn mob kan niet vliegen. Oké, dan mag de ghast weg en dan mag de blaze weg en de bij mag weg en
de dolfijn, ja, die reken ik dan ook maar mee, toch? Ja, ja, hoppakee. Ja, die, bam. Ja. Hoppakee. En de kip, hè? De kip mag ook weg, of was die al weg? Ja, de kip was al weg. Oh, oké. Okay. Even kijken. Is jouw mop een vijandige mop? Ik ga hem ook gewoon stellen. Een vijandige mop? Kan die aanvallen? Nee. Hij valt niet. Hij is eigenlijk heel lief. Oké, dan mag de creeper weg. Dan mag de zombie weg. Ja. En de witch, die mag ook weg. De witch mag... Ja. Die valt je ook aan. Die heeft potions. Ja. Oké, let's go. Is jouw mop groen? Mijn mop is niet groen. Niet groen, oké. Dat is chill. Dan kan de vis weg en dan kan de creeper weg. Hoppakee. Oké, Giel. Ik vind het lastig. Ik snap het. Is jouw mop een schaap? Nee, mijn mop is geen schaap. Oké, nou, dan kunnen de schaapjes weg. Oké. Dan ga ik ook gelijk een vraag aan jou stellen. Is jouw mop een witch? Ja, hij is een witch. Ja, let's go! Hij is een witch, dus je kan niet alles weg doen van de witch, toch? Het is een witch, inderdaad. Nou, dan mag ik alles weg. Nou, Mick, ik heb deze gewonnen. We gaan snel door naar de laatste en alles bepalende ronde. Oké, Mick, kies jouw volgende mop maar. Ik heb al wel een mop in gedachten. Ik pak er gelijk eentje bij. Hoppakee. Zo. Ik heb ook een mop in gedachten. En die heb ik ook erbij gepakt, Giel. En ik heel ga hem ook weer op mijn hoofd zetten. Ja, hoppa. Ik heb die voor mij ook weer op mijn hoofd gezet. Mag ik nu beginnen? Werkt het zo? Nee. Want jij was er net al begonnen. Oh. Ik ga nu beginnen. Nee, jij was de vorige begonnen. Echt? Ja, want ik was eerst begonnen. Mick, weet je wat? Ga je gang maar. Ik ga er toch wel winnen. Ik heb dit. Oké. Is jouw mop vijandig? Mijn mop is vijandig. Jazeker. Oké. Nou, dan mag de kip weg. De twee schapen kunnen weg. De villager mag weg. De vis mag weg. Varkentje mag weg. Koetje mag weg. En dolfijn en katje mogen weg. Hoppakee, let's go! Oké, maar Mick, de echte vraag is natuurlijk, is jouw mop vijandig? Nee. Nee? Oké. Nee, die van mij is niet vijandig. Die kan je lekker aaien. Oké, de creeper is, even kijken, die is, ja, die mag dan weg, hè? En de zombie, ja, die mag ook weg. Ja, de creeper mag weg. Ja, die kan je niet aaien. De bij, die mag dan ook weg. Die kan je ook niet aaien, want dan komt die achter je aan. En de blaze mag weg. En de witch mag weg. Dus even kijken, de ghast mag ook weg. Ik denk dat ik het nu wel zo'n beetje heb, hoor. Jazeker. Ja, oké, dit klopt helemaal. Oké, kan jouw mop vliegen? Mijn mop kan niet vliegen. Oké, dan mag de blaze weg. Oh, of de guest mag weg, de blaze mag weg en de bij mag weg. Oh, dan heb ik er nog maar 3, Giel. Oh jee, oké. Leeft jouw mop in het water? Nee. Nee, oké. Dus dat betekent dat de vis weg mag en de dolfijn mag weg. Nou, dat is helemaal top. Dan hebben we er weer 2 minder. Ik ga gewoon gokken. Heb jij een creeper? Nee, ik heb geen creeper. Nee. Heb jij een schaap? Ja, ik heb een schaap. Maar welke? Ja, ik had veel beter moeten. Maar niet uit. Hoppakee, ik heb alles weg. Oh nee, we hebben allebei nog 2. Ja, oh. Oké, kom op Mick. Heb jij de witch? Doe jij mij na? Ja, ik heb de witch. Ja, oh, let's go. Nee. Nou Mick, je hebt deze gewonnen. Gefeliciteerd. Klik hier voor nog een superleuke Wie Ben Ik. Vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet me ook zeker niet even te volgen op Instagram voor nog meer superleuke video's. En klik nog even op deze video hier, want deze moet je zeer zeker checken. Waar wacht je op? Kom op, klik.